Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op woensdag 15 januari. Er zijn nog wat opklaringen in Nederland en de zon die laat zich vanochtend zien. Maar vanuit het westen neemt wel de bewolking toe en vanmiddag gaat het enige tijd regenen. Vanochtend, overigens, valt er in het noordwesten van het land al regen. Het is bijzonder zacht met temperaturen van zo'n 10 tot 11 graden. We waait er een stevige wind uit het zuidwesten, die matig tot krachtig is en aan zee af en toe hard. Vanmiddag trekt de regenzone over het land, vanavond wordt het droog en klaart het ook breed op vanuit het westen. De temperatuur ligt rond het midden van de avond, zo rond de 7 graden. De wind die zwakt af en in de nacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 2 en de 5 graden. Morgen zijn de zonnige perioden en blijft het overal droog. Smiddags dus wordt het 8 tot 10 graden en er waait een matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Op vrijdag gaat het weer enige tijd regenen en overheerst de bewolking. In het weekend is er weer meer ruimte voor de zon. Kan er op zaterdag nog wel een enkele bui vallen. En de temperatuur ligt tussen de 7 en 9 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.